daar zijn we weer. Met een nieuwe aflevering van Corona Ontbijt TV met Arthur van Amerongen, Yashim. Je spreekt er goed uit in één keer. En mezelf uiteraard en Bernadette de Wit. En Henk heeft ze verslapen, Henk. Onze Suriname-correspondent heeft ze weer verslapen. Oh, dat is jammer. Dat is altijd, die komt zo. Die komt zo. Even kijken, we gaan het vandaag over hebben, want er is veel om te doen. Amsterdam, die is leeg. Amsterdam is er is niemand te vinden. De hotels zijn leeg. Alles is leeg. Heerlijk. Eindelijk lekker yoga in mijn eentje. Heerlijk, lijkt me fijn. Ook al die yogascholen weg. Al die rare hipsters. Al die bakfietsen weg. Mannen met knotjes. De Nutella-paleizen zijn dicht. De stroopwafelpaleizen zijn dicht. Heerlijk. Ja. Geen hoer. Alle hoerenramen zijn dicht. Alle hoeren zijn dicht. Morgen hebben we natuurlijk... En die Oostblokmeisjes zijn grotendeels al terug naar het Oostblok. Oké. Okay. Maar goed, we hebben jou dus bij ons, Bernadette. Jij zit daar in de lockdown. Ik woon daar, ja. Al maanden te verpieteren. Je hebt niet te eten. Nee, ik woon in Drachten. Dat is heerlijk. Ja, ik ben in Amsterdam. Nee, ik ben in Amsterdam, maar het lijkt net of ik in Drachten woon. Ja, precies. En we hebben jou even gebeld, jij doet nu mee, om te vertellen van wat is jouw visie op het nieuwe Amsterdam? Ja, maar ik heb een hele belangrijke vraag. Bernadette, jij bent, wij zijn ooit collega's geweest bij de Groene Amsterdammer en ook bij de Nieuwe Revue. Jij bent heel lang Belmer-correspondent geweest. En nou las ik gisteren in de krant, in het Parool notabene, groep uit Zuidoost gepakt naar in beslagname. Ruim 4000 kilo cocaïne. Ik vind het heel treurig, slecht nieuws. Straatwaarde allemaal... 200 miljoen euro. Hoppa. Is dat Piet Wortel? Wie zit erachter? Dat zijn negers. In dit geval specifiek Surinaamse. Surinaamse negers. Ze zijn gelieerd aan die man met die ghetto-naam. Genciel Keller. Die onlangs is geliquideerd. En die Kevin Maynard. Die ex-profvoetballer. Die ook... Neger-dealer was, of deal-neger. Er zijn er onlangs een paar geliquideerd en daaraan is dit clubje ook gelieerd. Maar wat ik begrepen heb, die Piet Wortel, dat was een Hindoestaan, dus het is altijd weer, zeg maar, de mensen... Ja, Henk. Hallo, Henk. Waarom net over je, Henk? Henk Wortel. Er zit ook altijd een Marokkaan bij of een Hindoestaan. Maar het zijn toch nog steeds wel de Surinaamse negers die de eindbazen zijn in de cocaïnehandel. Ja, Henk, even je vulde net in. Je was weer te laat. Maar er is 4000 kilo cocaïne is opgepakt in Antwerpen. En het zijn allemaal mensen uit jouw oude wijk, de Belmer. Wat heeft u voor gevolgen voor de prijs op straat? Wat gaat een pakje coke kosten bij Bernadette voor de deur op de Gelderse Kade? Nou, dan ben ik de politie, hoor. Ben je zo erg geworden? Ja. Ik haat zombies. Ik heb geen flauw idee. Ik zit helemaal niet in die business. Ook nooit gezeten. Oké, wel een beetje. Ik heb er een heel dossier liggen, dus pas maar op. Ik denk eigenlijk... Nee, maar Bernadette... Henk, Bernadette zegt dat het allemaal mensen van kleur zijn. De N-woord gebruikten ze. Dat is niet van onze show. Mensen van kleur. Maar ik zeg, het Hindoestaan zit erachter. Piet Wortel. Dat lijkt me ook niet zijn echte naam. Welke Hindoestaan heet Surinaams nou Piet Wortel? Nederlanders. Ja, maar dan komt het op een paspoorttechnische kwestie aan. Surinets. Hoe heet dat Surinets? Dat klinkt als een... Ik noem ze gewoon Surinaamse dealnegers, want dat zijn het. Grotendeels, hè? Ja, we zijn ook Marokkanen bij betrokken. Ik zou persoonlijk het woord en niet gebruiken. Wel een heel goed woord, goed Nederlands woord. Ik heb er persoonlijk geen probleem mee. Komt uit het Portugees. Maar ik weet dat er mensen zijn die er wel problemen mee hebben. Dus daarom jammer. Die kijken niet naar onze show. Nee, maar daar heb ik toch helemaal geen boodschap aan. Want dan moeten die mensen maar get over it, ja. Dat is een goed Nederlands woord. We hadden de ruzie hadden we over... Het komt uit het Portugees. We gaan een deal maken. Hoeveel coke zit je in? Luister, we gaan een hele leuke deal maken. Jij mag negen zeggen en dan mag ik jou wit noemen. Deal? Dan mag je mij wat noemen? Wit. Tuurlijk mag je mij wit noemen. En Jessie, wat voor kleur heeft die dan? Koffiedik. Dat moet jij weten. Nee, ik vind zelf de N-woord, vind ik... Het N-woord. Vind ik eigenlijk niet kunnen.
Ja, daar ga jij helemaal niet over. Maar ik mag wel zeggen wat ik wil, toch? Tuurlijk. Mag dus alles zeggen. Jij zegt iets en ik reageer daarop. Graag, graag. Ja, moet ik, we hebben die ruzie, die hebben je de ruzie. We hebben deze ruzie voor later gepland. Ik vind gewoon geen goed woord. Nee, maar we hebben deze ruzie voor later gepland. We zouden het eerst hebben over Amsterdam. Ja, Amsterdam, ja. Heerlijk rustig. Jij bent geboren en getogen in, zo te horen, in Amsterdam, Yassine, toch? Ik ben een Rotterdammer in Amsterdam. Ik woon nu bijna 20 jaar in Amsterdam. En, maar ik, mijn Rotterdams hart heb ik wel nog steeds hier. En ik zie een heel groot verschil zelf tussen Rotterdam en Amsterdam. Een heel groot verschil. Maar hoe Amsterdam nu is, nu denk ik van heerlijk. Ik zou hier echt kunnen blijven wonen. Ik vind het heerlijk. Ik vind dat al grote woorden. Nou, alleen wel jammer van de omstandigheden dat het zo rustig moest zijn. De rust is lekker. Ik heb ja, maar dat hebben we hebben nu al besloten dat het toch geweldig is. Ik las zelfs iemand, een of andere Mogol, die schreef... Nou, Ed van der Elske zou weer terug kunnen komen. Dat is helemaal niet waar, want Ed van der Elske had allemaal zwervers en allemaal randfiguren. Dus ja, dat is een totaal mislukte vergelijking. Maar Amsterdam zonder toeristen is eigenlijk heerlijk. Het is schoner. Ja. Dat wil GroenLinks toch? Ja. Dat wil GroenLinks toch? Nee, het is gewoon echt schoner. Het is lekker. Als je bijvoorbeeld als ik op de fiets naar de spuug ging, dan zag je dus wel eens hoopje kots liggen. Kots. Ja. Overal kots. Ja, ik bedoel, weet je. En nu is het gewoon lekker. Het is prima zo eigenlijk. Ja. Wat doen? Ja, het is heel maar jij zegt in het Vondelpark, zijn ze nog steeds al die kuthuppelkutjes allemaal aan het yoga met die bootcamps en zo? Ja, nog steeds. Ja, nog steeds. Die zijn vanaf het begin van de quarantaine, ik woon vlakbij het Vondelpark, nog steeds. In het armoedige gedeelte, toch? In het armoedige gedeelte. Daar wordt Facing Dog. Westzijde. Wat? Nou, jij woont in het armoedige gedeelte van het park, zeg maar, bij de Porsche Vest. Het is niet armoedig, want het is gewoon Amsterdamse school, maar er zijn alleen verkeerde immigranten ooit komen wonen. Ja, maar het is, maar helemaal... het is niet armoedig. Nee. Ik heb het over toeristen. En de toeristen. Ja, maar het was even tegen Arthur. Ja. Okay. Nee, maar goed. Maar de toeristen zijn weg. En dat is, maar GroenLinks wil dat toch, maar jij zegt van niet. Benedet. Nou, kijk, ik ben bezig met een stukje voor het Parool. Ik weet niet of ze het gaan plaatsen waarin ik zeg... gebruik die coronasluiting om eindelijk een paar problemen op te lossen... waar jullie altijd tegenaan hebben gehikt. Jullie zijn burgemeester, wethouders, gemeenteraad. Namelijk, laat die ramen dicht en ga het plan van burgemeester Halsema nu uitvoeren. Want die wil namelijk die hoerenramen wil ze verplaatsen naar een soort prostitutiepretpark in het westelijk havengebied. Nou is de time. Nou, nee, nou, het is een heel goed idee. Want dus, wij zijn het kwijt. Want het heeft niks meer met Amsterdam te maken. Er werken alleen maar vrouwen uit het Oostblok. Gelukzoekers uit Afrika en het Caribisch gebied. En bouwdozen uit Colombia, Brazilië, Thailand. En dat zijn hele agressieve kerels. Hele nare mensen. Dus het is een perfecte kans, aangezien ze nu toch allemaal weg zijn. En de helft is dan terug naar het Oostblok. Om het gewoon te verplaatsen. Want dan ja, maar dat is mijn hoofddorp, dat oude plan dat heb je me al verteld. Dat is een hoofddorp, dat willen ze daar zo heel groot Amsterdam nabouwen. Met nee, ik heb het over, dat was een van de plannen die is genoemd. Ik heb zelf ook een locatie genoemd, namelijk ten oosten van Airport Lelystad. Omdat minister Cora van Nieuwenhuizen, die wil de goedkope budgetvluchten afsplitsen van het overbelaste Schiphol. En verplaatsen naar Lelystad. Nou, dan kun je daar ook logisch gedachten meteen ook dat prostitutiepretpark doen. Maar ik heb het nu even over burgemeester Halsema. Die wil het naar, die wil als locatie het westelijk havengebied. Locatie doet er ook niet toe, maar het gaat om het verplaatsen van die ranzige handel. En dan gaan de Nutella's ook mee. En dan gaan de icebakeries ook mee. En de neptoeristenwinkels en de witwassupermarkt. De kaaswinkels, de Vlaamse broodhuis, alles weg. Plastic kaaswinkel, alles gaat dan ook mee. Hoera! Cappuccino uit een avocado, frappuccino, hoe dat allemaal heet. Ja, maar eigenlijk vind ik de Red Light District, weet je wel. Kijk, die term die moet ook verboden drukte, worden. Afgezien van de drukte en ik vind het wel iets. Het is ook geschiedenis. Ik bedoel, nee, ik vind niet dat het, het is geen geschiedenis. Want de raamprostitutie is pas vanaf 1951. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden, is die op de Wallen
En ik vind dat de naam Red Light District verboden moet worden. En de burgemeester die wil ook al die naam helemaal wegcensureren uit alle communicatieuitingen van de gemeente. Het heet De Wallen en het is het oudste deel van Amsterdam. Daar zie je hoe Amsterdam rijk is geworden aan de graanhandel met de Hanzesteden in de Baltische Staten. Dus niet aan de slavenhandel. Jammer voor de Surinamers die... Henk, wat vind je ervan? Henk, ik hoor je helemaal niet meer. Ik vind het heel frappant dat mevrouw De Wit constant weer slavenhandel, immigranten, bla bla bla. Het gaat over Amsterdam en de overlap. Ja, ze wonen hier toch? Nee, come on. Hou die slaven er even bij. Hè? Het gaat over toeristen, Nutella winkeltjes. Het was een voetnoot, een historische voetnoot in mijn verhaaltje dat de prostitutie pas van historisch zeer recente datum is, terwijl de voorstanders die beweren dat de raamprostitutie er altijd al is geweest. Nou, dat is niet waar. Ik dacht, laat ik meteen ook die andere populaire mythe slopen, dat van dat Amsterdam de grachtengordel is verdiend met het bloed van de slavenhandel, want het is niet zo. Amsterdam was daarvoor al rijk, namelijk in mijn buurt. Maar we hebben het toch nu over Amsterdam, toch, wacht even, wat was het thema? Het thema is Amsterdam, uit de aanleidingsartikel in het Parool, waar iemand schreef dat het zo geweldig is dat het oude Amsterdam weer terug is. Ja. Ja, en mijn eerste reactie was, dit wil GroenLinks toch? GroenLinks die wilde dus, die heeft nu bij de staat hebben ze geld gevraagd omdat er niemand meer parkeert. Dus eerst maken ze het parkeren onbetaalbaar en vervolgens zeggen ze er komt niemand meer parkeergeld betalen. Dus laten we het daar even over hebben. Eigenlijk is dit de ideale GroenLinks. Nou, ik ben het niet met Arthur, je haalt een paar dingen door de war. Er is al heel lang, ook onder de VVD-wethouder die we eerst hadden voor verkeer, Litjes, die ik trouwens heel goed ken uit de Bijlmer, want daar was ooit ook wethouder in de Bijlmer. Zelfs zo lang geleden was er al een autoluw beleid, dus ze willen steeds meer die auto's uit de binnenstad weren. Want die binnenstad is in de middeleeuwen gebouwd en daarna, en die is niet gebouwd op auto's. Maar gevolg daarvan is wel dat ze dan minder parkeerinkomsten binnen hebben en dat ze dan inderdaad met hun begroting misschien wel in de knel komen. Daar heb je wel een goed punt, ja. Ja, dat is nu gebleken, want nu gaan ze bedelen bij de overheid en zelfs in Brussel. Ja. Ja, nou, ze kunnen beter stoppen met hun politieke hobby's, zoals stikstof en huizen van het gas af, vluchtelingen huisvesten. Als ze daarmee stoppen, houden ze best wel genoeg geld over om de kerntaken te doen. Maar wanneer denk je dat het misgaat? Want hoe lang houden ze dit vol? Ik weet niet hoeveel inkomstenverderving ze nu hebben door de corona, maar het lijkt me gigantisch. Kijk, toerisme zal altijd blijven komen, maar we krijgen dan een ander soort toerisme naar de binnenstad. Wat je kan vergelijken met het toerisme wat naar het Museumplein komt. Dat zijn mensen die gaan naar het Van Gogh Museum, naar het Rijksmuseum, dat soort mensen. Of mensen die gaan de geveltjes kijken in de grachtengordel, UNESCO, Werelderfgoed. Dat soort mensen kunnen bij ons in de buurt ook genieten van de mooie geveltjes. Er zal altijd toerisme blijven. Nou, ik weet niet of altijd toerisme zal blijven. Dingen worden echt wel veranderd. Nou, het gaat veranderd. Laagwaardige toerisme moet stoppen. Ik bedoel, heel veel airlines zeggen ook dat gewoon... gaan dingen echt wel veranderen. Ook toerisme gaat veranderen. Dus ik denk dat Amsterdam zijn inkomstenbron van toerisme heel anders nu moet gaan indelen. Ik hoop dat ze daarmee bezig zijn. Want... ik bedoel, de hele anderhalf meter economie zal ook wel hier gelden. Weet je, in de rij bij Van Gogh, in de rij van Rijksmuseum. Ikea. Dat gaat niet meer, toch? Naar de horen kan je ook niet meer, hè? Met anderhalve meter. Nee. Oh, wat dat betreft ben ik het wel eens met Bernadette. Kwaliteit. Ik denk niet dat Amsterdam weer zit te wachten op Holalier, here we go, nee. Here we go. De vrijgestelde parties, bezopen Engelsen, de Ieren. Ja. En in plaats daarvan... Oh, en op een gegeven moment hebben ze dus die cruise ships geweigerd. Ja, maar een rotje knor, dan gaan we naar Rotterdam nu. Rotterdam. Ja, maar terwijl dat hele keurige, beschaafde, truttige, oudere mensen zijn. En die per persoon, blijkt uit onderzoek, heb ik niet verzonnen, €80 uitgeven op een dag... En ze veroorzaken geen overlast. Ze pissen niet, ze kotsen niet, ze schreeuwen niet, ze poepen niet.
Dus onbegrijpelijk. Nee, die hebben allemaal ja. zo'n tena-luier om. Dus die kunnen ze s'avonds gewoon in een 5-sterrenhotel legen. Nee, maar het is in ieder geval ja. een voorstel. Ja. Dat je in een binnenstad woont, dat je een vroegstad wordt om de zoveelste stallion party voorbij zien te komen. Inderdaad. Als de connector stoont. Ja. Als zombies ja. lopen ze door die warmoestraat. Ja. Het is geen prettig gezicht. Nee, en het gaat niet alleen om dat zombiegedrag, om dat asociale gedrag. Maar het gaat ook om het aantal toeristen. Want er zijn drommen mensen op een drukke zaterdagavond. Volgens politiecijfers lopen er over dat kleine stukje ouderzijds Achterburgwal en zijsteegjes. Waar dus de hoerenramen allemaal geconcentreerd zijn. Liepen dus voor de coronasluiting 30.000 mensen. Nou, dat is gewoon absurd. Die mensen persen zich door een steegje. Ja, en hoeveel kan maken die niet, opgemiddeld? Kan helemaal niet. Hoeveel maken die opgemiddeld? Is dat die 80 euro? Dat is een ander bedrag. Dat weet ik niet. Ik weet het alleen van de cruiseschepen. En daarom zeg ik ook dat ik het onzin vond dat die juist verboden zijn. En daarom vind ik het ook een unieke kans. Gebruik de coronasluiting, burgemeester Halsema, als u corona-tv kijkt. Zou u wel moeten doen, burgemeester Halsema, maar als u kijkt, gebruik deze coronasluiting om uw plan uit te voeren. Alle ramen weg en kielzog daarvan verdwijnt dan ook de rest. En dan krijgen we gewoon een buurt met leuke toeristen die zich netjes gedragen. Is er niet iets van een middenweg? Ik bedoel, ik hoor toch al een beetje dat je een soort openluchtmuseum propageert met nee, integendeel. Het is nu een openlucht pretpark. En ik ben er juist voor dat er toeristen komen. Ik zit zelf in een netwerk van alleen maar omdat ik een beetje wil spioneren. Maar ik moet af en toe een presentatie houden. Of ik ben bij Zoom-vergaderingen van mensen die willen alternatief toeristen. Mensen die echt geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Amsterdam. Die echt met bewoners willen praten. Het is ook een manier om anders, wat Jesse me al zei, anders naar toerisme te kijken. Nou, ik heb trouwens een theorie erover waar het mis gegaan. Het is natuurlijk begonnen met de Koningsrellen. Vervolgens is de Koninginnedag is een beetje door de flikkers en door de krakers. Dat is een soort vrijmarkt geworden. Toen was alles nog leuk, herinner ik mij. Ja. In de jaren 80. En toen is het klootjesvolk gekomen, de kotsers uit de provincie. En in de nasleep daarvan zijn al die backpackers gekomen en met goedkope vluchten. En dacht, dus Amsterdam is een vrije haven waar je gewoon iedereen door de brievenbus kan kotsen. Dus ik denk Arthur heeft helemaal gelijk. Dat is ook gebeurd. En dat komt door internet en dat komt door te goedkope vliegtickets. Zelfs een buurtfeest als de aprilfeesten op de Nieuwmarkt, wat echt strictly voor buurtbewoners is, dat staat al op de TripAdvisor. Ze komen allemaal af op deze massa, wat zij ervaren als een massa entertainment attractie. Arthur's theorie klopt helemaal. Daardoor is Koninginnedag nu ook niet meer leuk. Nee, het klopt wat Arthur zegt. Maar jij woont op de Gelderse Kade, toch? Het heet dan. Jesse, jij woont. Oh, je hebt een hoesje. Oh, dan. Oh, dat is corona. Corona ontbijt TV. Oh, wacht. Ik heb hier. Blijf hangen. Je moet een beetje bleekwater injecteren. Dat helpt. Hey, maar, ik kan Jesse, Bologna drinken. Jesse, ja. Maar jij woont dus helemaal aan het einde van het Vondelpark? Ja. Maar dan ben je uit de loop van die vervelende toeristen. En Henk, jij woont toch in, wat was het nou, in West of niet? Nee, ik woon in Oost. Oosterpark. Maar Vondelpark, Art, is nog steeds heel, heel druk, hè? Dus, maar daaromheen niet. Ja. Daaromheen niet. Want ligt niet in de loop. Nee. En Henk, waar zit jij in Oost, Henk? Ik heb in Oost gewoond. Oosterpark buurt. Bij het Boerhavenpleintje overgeven. Ah ja, daar komen niet die rare vervelende. Nee. Het is, Oosterpark heeft er wel af en toe een evenement, een Kit Kotti of een Amsterdam Roots Festival. Appelsap. Ja. Appelsap niet meer. Niet meer? Oh. Nee. Appelsap is naar het Flevo Park verhuisd. Het werd die zijn toch failliet? Nee, die zijn failliet, joh. Die zijn failliet. Oh, in de boel belazerd. Wat is ja, die waren al failliet. Hip-hop festival. Ja, het is. Oosterpark is nog te doen. Het is, er komen geen toeristen in de buurt. Ik zit inderdaad op het gedeelte tussen Weesperplein en OVG in. Het schuine straatje, die omgeving. Daar is alles nog lekker chill. Maar zodra ik dus de brug overga downtown, vergeet het. Ja. Ik heb een vraagje voor jullie allemaal. Het Airbnb-verhaal. Ja! De Pandjesprins.
Kom je ja. dan ontzettend in de problemen? Nee, want die verhuurt niet per se. Zijn businessmodel is niet per se... Wie hebt al die verhuur? Ja, Prins Bril, de pandjesprins. Ja. De prins Formule 1, Prins Zandvoort. Bono. Degene die nou een tegenslag heeft dat Formule 1 niet naar Zandvoort mag. Nee, die Airbnb, dat is niet het businessmodel van Bernard van Oranje. Oh, okay. Want die verhuurt niet per se kortdurend voor vakantieverhuur. Maar het is wel een hele grote klap voor een hele hoop particulieren. Ja. En ook kleinere pandjesbazen die hun huis verkameren en voor kortdurende vakantieverhuur aan toeristen verhuren. Voor dat soort, NSB'ers, verraden van ons mooie Amsterdam, ben ik ontzettend blij. Geen beter vermaak dan leedvermaak. Ze moeten allemaal dood. Van de markt af. Bernadette, ken je dat kaartje? Heeft ooit iemand voor de Rietveld een animatie gemaakt? Hoe dat begon met rode stipjes. Hoe dat Airbnb ze als een coronavirus om zich heen is. Ja, vreselijk. Eén grote rode vlek. Ja, maar het is niet alleen op de Wallen. Het is ook in de Jordaan. Het is ook in Oud-West. Het is in allerlei hele mooie Amsterdamse buurten. Dat mensen particulieren, Haarlemmerbuurt is ook berucht. Particulieren wat bij willen verdienen door een deel van hun huis of hun hele huis aan vakantietoeristen te verhuren. Ja, we dachten voor de hoeren. Er worden ook hoeren ingezet. Dus die worden ook gebruikt. Ja, ja. Dan heb je zo'n pooier, die zet er 4 hoeren in. Ja, dan betaal je voor een raam per dag deel 350 euro. Ja, ja. Beetje overdreven. Kijk, ik vind, wat ik vind is dat heel veel mensen heel arm in Amsterdam. Dus die hebben wat geld nodig om toch te overleven. Nee, dat kan je niet zeggen. Er is niks mis mee met commercie. Robbie, hou even op met die communistische lulpraatjes. Ja, precies. Mag ik even iets zeggen? Arme mensen huren in Nederland van een zogenaamde woningcorporatie. Ja. En sociale huurwoningen is het streng verboden om aan kortdurende vakantieverhuur te doen. En er wordt zwaar op gecontroleerd. En ook als ze zelf niet controleren, dan word je meteen verraden door een buurman die natuurlijk terecht jaloers is. Nee, Airbnb speelt zich voor af in de vrije sector en in losse eigenaarspanden en soms in verenigingen van eigenaren waar ze niet op tijd het reglement veranderd hebben om dat te verbieden. Daar speelt het. Oké. Okay. Maar nu er dus geen toeristen komen, of geen opnames, staat het allemaal leeg. Ja, nee. Die mensen die wonen nu gewoon weer in hun hele huis. Oh, en die eigenaren van verkamerde panden, die gaan nu hun huis aan expats verhuren. Want je hebt natuurlijk in de nieuwe gastarbeiders, dat zijn de arme expats uit de arme Europese Unielanden, die komen allemaal hier naartoe, want hier is werk. En daar, die wonen dus, die werken, maar goed, die zitten nu ook allemaal werkeloos op de bank. Vanwege de coronasluiting. Maar dat was het verhaal na het Airbnb-verbod. Was dat de nieuwe verhuur? Maar even los van Airbnb. Ik ben wel benieuwd wat het gaat doen met de huurprijzen in Amsterdam. Dat vraag ik even los van Airbnb. Even los daarvan. Ik vind zelf, je mag best wel commercieel zijn. Maar het is allemaal uit de hand gelopen. Amsterdam is helemaal uit de hand gelopen. Ja, klopt. Maar ook nu met de huurprijzen. Ik hoop serieus. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de huurprijzen ook gaan normaliseren. Want dat er ook gewoon gezinnen kunnen wonen. Ja. Een docent, een leerkracht die op school lesgeeft, die hier kan blijven wonen. Dat hoop ik echt. Ik hoop dat ook, ja. Weet je, ik vind dat nog belangrijker dan het daarom heb ik ook gezegd, zeg ik ook in mijn stukje wat ik nog even moet afmaken voor het Parool. Niet alleen moet burgemeester Halsema, maar nu die ramen toch dicht zijn, haar plan uitvoeren, hè, om dat beschermende prostitutie. Maar er moet ook een bestemmingsplanwijziging komen, dat die panden, het zijn er enkele honderden, verplicht wonen moeten worden. Of een combinatie van wonen, maar jij bent bijvoorbeeld beeldend kunstenaar of zo. Of je maakt iets, je hebt een ateliertje, dat je dat in jouw huis doet en boven woon je met je gezin. Je moet echt verplicht een woonbestemming komen op je panden om te voorkomen dat het weer nou uit de hand loopt. Maar hoe moeilijk is dat, zeg maar, in gemeente termen, hoe kan je die wet aanpassen? Het is heel simpel. Bestemmingsplan aanpassen is helemaal niet zo moeilijk. Dat doet de gemeente aan de lopende band, dus dat kunnen ze nu ook. Maar het is vooral een kwestie van politieke wil. En daar komen we op het probleem wat jij ook al hebt aangestipt, Arthur. Jij noemt het probleem GroenLinks.
ik noem het GroenLinks -D66 -VVD. En op dit dossier ook Forum. Want die denken op dit dossier ook aanraden VVD. Maar wat moet je dan stemmen? Wat moet je stemmen, zeg maar, in Amsterdam? Ik stem altijd op Diederik Boomsma van het CDA. Ik zou landelijk nooit op het CDA stemmen, maar hij is een perfect gemeenteraadslid. Maar je kan ook zeggen, oké, ik stem op Annabel, want ik vergeef haar dat zij op sommige dossiers gewoon een beetje een dom VVD-standpunt heeft, maar op bijna alle andere dossiers ziet ze het goed en zegt ze de goede dingen. Dus dat zijn de keuzes. En wat stem jij, Jim, wat stem jij in Amsterdam? Wat ik stem in Amsterdam? Denk. Ja, hoe weet je dat? Die kale Marokkaan die denkt dat hij hetero is. Nee. Dat... Oh, je denkt dat hij gay is. Zo, die hebben het uitgevonden, joh. Nee, ja, jij denkt dat. Na de onthullingen over Kuzu is alles mogelijk bij Denk. Het is één groot matras. Dus of het nou gay is of gender uitgedaagd. Nee, ik zou dan ook Denk voor CDA stemmen, ja. Diederik Boomsma is namelijk een hele goede... Ja, die naam, Diederik Boomsma. Ja, ik ken Diederik. Diederik Boomsma heeft de opstand van de massamens van Ortega y Gasset, heeft hij opnieuw vertaald, maar nu een veel betere vertaling, met een hele mooie inleiding. En dan gaat hij er ook op promoveren. Hij luistert echt naar de Amsterdammers. Hij heeft hele goede praktische ideeën en hij heeft geen last van ijdelheid. Totaal niet. Totaal geen ijdelheid. Nee, klopt. Hij gaat echt inhoudelijk is hij heel sterk. Oh, wat fijn dat we dat allebei hebben. Hoe ken jij hem dan? Ja. Wat zeg je? Hoe ken jij die Boomsma, die Diederik? Nou ja, ik heb natuurlijk in het bestuur gezeten van CDA in Amsterdam. Oh. Dat zeg je nu pas. Jezus Christus. Oh, sorry. Jezus Christus, Mohammed. Ja, dus... Maar je was een CDA-Turk. Je was een CDA-Turk. Als symboliek. Ja. Dat kent Bernadette nog wel. Welke symboliek? In de Antoniesbreestraat had je zo'n hartstikke leuk pakketje. Waar je gewoon een halfje wit gesneden kon kopen. Ja. Ik fietste daar elke dag langs. Sorry, ik ben in Noord. Daar werk ik op een school. En opeens was het bakketje weg. En wat heb ik ervoor in de plaats? Een of andere tent die de hele omgeving, halve hoek beslaat, heet Betty Blue, zit geen hond, 3,50 voor een croissantje. Ja, het is een hipster tent geworden. Hipster. Ja, zo'n vreemd schuurtje, zo'n hipster. Nou, dat bakketje, vroeger kocht ik altijd mijn doop daar. Maar dan kon je lekker de metro in vluchten en zo. Ik ging vroeger, als ik had doorgezakt, dan kom je om 3 uur, 4 uur daar langs. En dan kon je lekker een verse krentenbollen, kon je daar direct vanuit de oven. Voor weinig. En de Damstraat. Wat stem jij, Henk? Henk Bakboord, wat stem jij? Wat ik stem? Tot mijn eigen ergernis heb ik een aantal jaren geleden, bij de laatste verkiezingen, heb ik VVD gestemd. Was ook te zien op AT5. Wie dan? En nu, god, wie? Ah, dat weet ik niet meer. Beats me, weet ik niet meer. Daar ben ik nu wel eigenlijk van af. Ik zweef. Ik weet het even niet volgen. Nee. Ja, maar we kunnen nu gewoon allemaal Diederik Boomsma stemmen, dus. Dat is het. Maar weet je wat dat is? Diederik zit nu in zijn tweede termijn in de gemeenteraad. En die wil naar de Tweede Kamer. En ik denk wel dat ze intussen in het landelijke CDA zijn grote talent wel ontdekt hebben. Dus ik ben bang dat wij dan een probleem krijgen. Wij als zwevende kiezers. Nou, maar Jesse, om even op terug te komen. Je had de eerste CDA-turk was Jeskoen Tjurdus. Die heb ik al geïnterviewd in 1990. Ik weet niet, hij is nu voorzitter van een of andere kinderraad. Ja, klopt, ja. Maar die had het over bicultureel of zo. Tussen twee culturen. Het was een hele aardige jongen. En ik heb hem toen als eerste ontdekt eigenlijk. Hele aardige jongen, absoluut. Hij was voorzitter van de Islamitische Raad. Op een gegeven moment ging ik hem interviewen. En toen zaten ergens op de wallen. En toen ging hij bier halen voor mij. De fotograaf kwam niet met 2 pullen van een liter. En die foto kwam bij het verhaal. Dus dat was eigenlijk een beetje... Wat heel geestig. Dat jullie op de bal waren. Voorzitter van de Islamitische Raad met 2 pullen bier. Hij heeft met CDA heeft hij jaren in de Tweede Kamer gezeten. Ja, klopt. Ja, op zich, maar wat was jouw motivatie om dan in Amsterdam met het CDA te gaan zitten? Nou, ik vind zeg maar de Amsterdamse CDA'ers vind ik echt heel erg leuk. Meen ik inderdaad. Het is een hele leuke groep inhoudelijke mensen waar ik echt enorm mee klik. En ik ben toch wel... Kijk, ik ben natuurlijk wel... Mensen denken wel dat ik een losbol ben. Dat ben ik ook wel. Maar in mijn hart en nieren heb ik ook
vind ik ook de normen, waarden, hoe je met elkaar omgaat, fatsoen, gewoon echt belangrijk. En daarin had ik wel een mega klik met, heb ik met deze mensen. Als het gaat om hoe wil je met elkaar omgaan, hoe wil je dat de samenleving... Klopt. En ook zeg maar dat je dingen terug doet aan de samenleving. Ik bedoel, ik heb ook met die hele groep hebben bloemen uitgedeeld in bejaardentehuizen, eenzame ouderen. Weet je, dat had je dan zo'n stom jasje aan? Had je zo'n, had je zo'n groen-wit jasje aan? Zo'n lelijk plastic, Nee. Ik had mijn lakjurk aan, nee hoor. Nee, dat is voor mij in ieder geval niet de reden om CDA te stemmen, want ik ben een beetje allergisch voor sentimentele dingetjes en zo. Ik gun het iedereen natuurlijk, vrijheid. Nee, de reden dat ik CDA stem is dat Diederik, die heeft gewoon een ouderwetse visie op gemeenteraadspolitiek. Namelijk, de gemeente moet de straten schoonhouden, moet zorgen dat niemand zijn nek breekt over... Ja, de kaders en de stoepen, de kaders en de bruggen die jarenlang verwaarloosd zijn. Doordat het linkse stadsbestuur van Amsterdam zich met allemaal linkse modethema's ging bezighouden. En daar ons belastinggeld aan ging uitgeven. Diederik, en dat ben ik met hem eens, die zegt nee, je moet je houden aan je kerntaak. Je mag nooit een achterstand op het gebied van de openbare ruimte laten ontstaan. Want dan verwaarloos je de kerntaak waarvoor je bent. Dat jij de voorwaarden levert op grond waarvan er een levendig stedelijk leven, stedelijke economie kan bloeien. En dat is de taak van de politiek. De politiek heeft een dienende taak. En daarom stem ik op Diederik Boomsma. Kijk, het is wel een hele mooie promopraatje. Ik ben er nog iets dus, hè? Nou ja, ik heb hem net even gegoogeld. En het is verdomme nog een intellectueel ook, jongen. Ja, hij promoveert op Ortega y Gasset. Hij promoveert op Ortega y Gasset. Hij is nu mee bezig. De Universiteit van Leiden. Heb je die vertaling al? Die moet je even kopen. Die is zo mooi geworden. Geannoteerde vertaling met een hele fijne inleiding en zo. Ik zal hem even pakken. Dat ga ik doen. Maar heb je nog als kiezer nog macht in Amsterdam? Kijk, we hebben landelijk gezien, wat je ook stemt, je krijgt weer Rutte. Of je nou GroenLinks stemt of D66, je krijgt Rutte. Hoe zit dat dan in Amsterdam? In Amsterdam, als we het hebben over een burgemeester, kijk, ik denk, als heb je nog enige invloed hier, maar ik vind eigenlijk de rol van een burgemeester vind ik ontzettend belangrijk. En ik denk dat burgemeester Halsema, als je dat vergelijkt met Rotterdam, ik ben ook een Rotterdammer, met Abu Taleb, die is veel daadkrachtiger. En eigenlijk heb je zo iemand nodig in Amsterdam. Want ik heb het idee dat Amsterdam te groot, echt letterlijk en schuwt groot voor haar is. Weet je, met alle... Ze kan niet besturen. Dat kan allemaal wel zo wezen, maar ik heb liever Halsema dan de salafist Abu Taleb, die 17 keer per dag tot Allah bidt. Dat vind ik een doodenge man. Hij heeft de nationaliteit van en is loyaal aan de islamofascistische politiestaat. Maar Marokko, heel even. We hebben het niet over wat iemand... Ja. Nee, maar we hebben niet over wat iemand gelooft. Jawel, want hij geeft de moskeeën... Hij geeft de moskeeën alle ruimte. Ja, het is een salafist. En daarom heb ik liever... En daarom Moet je even uitpraten. Je moet ook... Nee. We zijn ook met z'n allen hier in gesprek. Nee, want als jij de islam gaat verdedigen, dan word ik heel erg kwaad. Waar heb je het over? Je moet ook leren luisteren. Ik verdedig geen... Ik heb al een moeder, Jezim. Ik heb al een moeder. Eén is genoeg. En moeder is genoeg. Luister, anders moet je eruit. Want je moet ook mensen laten uitpraten. Ja, maar jij bent niet de voorzitter. Nee, maar je moet ook mij laten uitpraten. Je moet niet alleen het woord nemen. Praat al in plaats van 5 keer dat te herhalen. Want het schiet ook niet op. Nee, maar je moet echt... Ja, maar even stop. Jij moet ook even stoppen nu. Het gaat om inhoud. Voorzitter. Het gaat om... Ja, inderdaad, voorzitter. Ik heb een klacht over haar. Ja, even graag laten weten als... Laten we even Abu Talib erbuiten houden. Laten we even over, inhoudelijk over half hebben. Ja, goed idee, ja. Ja. Goed, Jessie, wat vind je inhoudelijk? Wat is je inhoudelijk kritiek op ik denk dat ze gewoon veel te... Ik vind haar gewoon echt te soft. Ik vind haar, ook met de hele coronatijd, hoe ze daarmee omging, van tegen ons zin in moeten we dit doen. Dus daarin mis ik wel, weet je, ik vind daadkracht. En daarom benoem ik ook Abu Talib. Hij heeft veel meer daadkracht. En hij kan zeggen, oké, jongens, zo gaan we het doen. En ik denk dat zo'n stad als Amsterdam... met zoveel uitdagingen die er is... met toerisme, woningnood... weet je, Airbnb, waar we het over hebben... hebben we gewoon wat steviger iemand nodig. Dat denk ik echt. En ik denk niet dat zij de geschikte persoon hiervoor is. Klopt. Ja, we hebben inderdaad een burgemeester...
nu op dit moment een burgemeester in oorlogstijd. We hebben oorlog met het coronavirus. Ja, kom op, zeg. Het is een uitroeien. Kom op, laten we elkaar niet in de maling nemen. En een burgemeester die een wereldstad kan... Foute metafoor, oorlog. Het zijn, toch, op, het zijn uitroeiers. Maar in ieder geval, een burgemeester van een wereldstad die deze problemen het hoofd kan bieden, dat hebben we inderdaad nodig. En volgens mij is het Halsema niet. En wie denk je, Henk, dat het kan mag het zijn? Mag ik het even voor Halsema opnemen? Want inderdaad faalt ze op een aantal dingen. En het is gewoon een islamlikker. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. En inderdaad heeft ze niet goed gereageerd, heeft Jesse hem gelijk in, op dat coronagedoe. Maar in wezen, op de hele grote dossiers, bijvoorbeeld het toerisme dossier, ze heeft het toch maar aangedurfd om te zeggen, ik wil die raamprostitutie verplaatsen. Nu moet ze het nog doen, hè? Maar in ieder geval dat ze het geagendeerd heeft, dat vind ik toch wel getuige van moed. Maar, oké, klopt, helemaal mee eens. Maar ja, op een gegeven moment zegt zij dan, en wat Jesse ook aangeeft, dat handhaven, en dat in ieder geval met frisse tegenzin wil zij wel regels handhaven. Ja. Dat kan je niet zeggen. Nee, dat is ook zo. Maar als je die raamprostitutie van de Wallen verplaatst, dan scheelt dat, dan is het handhavingsprobleem ook opgelost. Zo is het ook weer. Maar even de prostitutie weghalen van het Wallengebied. Het is inderdaad het oudste stukje Amsterdam. Ja, je kan de hoer uit Amsterdam halen, maar Amsterdam niet uit de hoer. Ja, maar de hoeren hebben al lang niks meer met Amsterdam te maken. Want het aantal Amsterdamse vrouwen is dicht bij 0%. Het zijn allemaal Oostblokmeisjes, bouwdozen uit allerlei verre landen. Hele agressieve kerels zijn dat. En gelukzoekers uit Afrika en het Caribisch gebied. Het heeft allemaal niks meer met Amsterdam te maken. We hadden laatst trouwens, weet jij dat, we hadden laatst met je Blaak en die zei, er is een bordeel, de gemeente heeft een bordeel opgericht op de Wallen. Ja, de gemeentelijke klopt. Handen, ja. Met een vrouwelijke boerenmadam, zeg maar. Nee, dat klopt, er is één bordeel, maar het loopt niet helemaal goed, want ik ken die beheerder. Dat is een student politicologie. Commercieel gezien loopt het niet zo goed, maar het is een heel goed bedoeld, sentimenteel, linkspolitiek idee. Maar ja, ik vind het een beetje... Met je Blaak zei dat die hoeren het niet spannend vinden om voor zo'n gemeentelijke hoerenkast te werken. Ja, maar de klanten... Die hebben liever het avontuur. Ja, de klanten vinden het ook niet spannend, want maar die hele hoerenwereld, Arthur, vergeleken met begin jaren 80, toen jij en ik er allebei gewoon veel beter in zaten, is drastisch veranderd. Je herkent het gewoon niet meer terug. Ja, klopt, ja. Nee, daar ben ik helemaal mee eens. Het is een totaal andere cultuur geworden. Een totaal andere... zoals je vroeger leuk, gezellig, met het hele gezin, dat ik al een keer gezegd heb, kon wandelen in het Wallengebied. Want je had winkeltjes, restaurantjes, een bakkertje. Ja, en daar staat een raampje. Ik zou niet met mijn kinderen daar wandelen, maar ik ben zelf... Ik zag wel inderdaad mensen met kinderen. Ik denk van, waarom neem je kind hier naartoe mee? Maar goed, ieder is een ding. Maar ik zou dat nooit doen. Nooit. Nee. Maar ik vind het wel... Kijk, een vriendinnetje van mij woont op de Wallen. En die zei tegen mij... Ze heeft nu net heeft ze besloten om Amsterdam te verlaten. Ze gaat volgende week verhuizen. Ze zei... Rotterdam. Nee, buiten Amsterdam. Dat weet ik zeker. Maar ze zei... Het is hier zo mooi opeens. Dat ze de Wallen gewoon... zijn schitterend door Zesje Sporgers. Dat is, ik vind de Wallen wel onwijs leuk. Als je Castel Rosso, Bananenbar. Ik vind het onwijs leuk. Maar die drukte heeft het ook genomen. Ik vind het echt fantastisch. Weet je wat deed jij in de Bananenbar, Yassim? Wat deed je daar? Wat zeg je? Aan welke kant van de bar stond jij in de... De Bananenbar, de goede kant van de sector. Ik trap op, wist je dat niet? Voor die pingpongballen. En de mensen die nu nog koketteren, die koketteren met met dat soort dingen, die koketteren met een stem uit het verleden. Het is niet meer zo leuk als het vroeger was. Dus... Ja, maar Bernadette, zijn er nog mensen die, los van van de Lonely Planets en zo, die dat hele Red Light District nog, mystificeren? Bestaat? Ja, dat maar een idee. Backpackers uit Australië of zo. Want het gekke is, een eenmaal, dat is weer een beetje, het is niet mijn vak, maar ik heb het van brand, dus merkdeskundigen, imago-deskundigen gehoord.
het opbouwen van in dit geval een verkeerd imago duurt lang, maar als het dan eenmaal gevestigd is, dan duurt het nog veel langer om er weer van af te komen. Oké, mijn volgende punt is, kijk, die hoeren dat voorbij. Dat is gewoon wel duidelijk met die anderhalf meter regeling. De koffieshops. Ik ben een groot voorstander van sluiten. Ik vind het stinken. Als je door een jaar geleden Amsterdam liep, één grote walm van Sputnik en White Russian, al die shit. Helemaal dicht. Ja. Helemaal dicht, gewoon dicht. Zeg je, Arthur? Ja, helemaal dicht. Wat ik erg vind aan mijn zoontje dus, bijvoorbeeld als ik met mijn zoontje door Amsterdam ga wandelen, en dan zegt hij, mama, het is echt zo, overal, nu minder door corona, ruik je gewoon wiet. Ja, die koffers op zijn dicht. Nee, maar weet je wat is waar hij zei? Hij zegt dan, ik ruik gewoon wiet. Het is een klein jongetje. En dat je denkt van, wow. Ja, dat vind ik dus heftig. Ja, dat is dus, wij haten dat. De opstijgende wietdampen. Als je dus je raam open wilt doen. Je woont in de binnenstad, dus klein behuisd. Geen buitenruimte. Je doet lekker je raam open. Altijd die opstijgende wietdampen van die zombies die binnenkomen. Of als je naar de Albert Heijn gaat, inderdaad loop je door die walm. Dat klopt. Dat is al die Amsterdammers met de petjes op, die om 10 uur morgens in een koffieshop zitten, die gaan nooit, er komt niks meer uit hun klauwen die dag. Nee, want het zijn zombies. Het zijn zombies. Maar de koffieshops zijn niet dicht, er is iets geks aan de hand. De cafés zijn wel dicht en al die Nutella's en zo zijn dicht. Maar de koffieshops zijn nu afhaalloket geworden. Ja, klopt. Het is een afhaal. Je kunt niet meer binnen zitten. Nee. Nou, je mag ook niet binnen zitten. De ruimte is afgesloten. Maar je mocht toch al niet meer roken binnen in die coffeeshops? Dat was ook een verboden. In een enkele weer wel. Maar zoals de situatie nu is, je komt er binnen, je haalt je stuf, je haalt je biet. Je komt niet meer binnen. Aan de straatkant hebben ze een soort barretje gebouwd, of een balietje. En daar koop je vanaf de straat, en staat dan een medewerker, kopen de weinige mensen die er nog zijn, die kopen het zo. Net als IKEA, een soort IKEA. Maar ja, maar dan minder rijden, hoop ik. Bekend. Ja, maar kijk, ik vind als je koffie sluit, kijk, iedereen koopt zijn coke bij Mo op de scooter, en Mo kan ook hash leveren, dan hoef je ineens met de deur uit. Dan krijg je gewoon je plakje 00 of whatever. Of niks. Vind ik al. En ik hoop dat ze allemaal een overdosis nemen. Echt, dat gun ik ze. Ik steun de middenstand en ik haal gewoon bij het loket van het ballonnetje. Wat rook je tegenwoordig, Henk? Wat is je favoriete merk? Ik weet niet eens hoe het heet, weet je dat? Nee, maar rook je wiet of huis? Of rook je van die skunk of hoe heet die shit allemaal? Ik ben meer van de wiet, de hindoekoes. Maar is dat... Is dat zo'n dingetje dat je één hijsje neemt dat je dan gewoon een week in coma bent? Harddrugs heb ik niks voor tegen. Dan kan ik gewoon functioneren. Maar zodra ik één hijsje neem van die stinkwiet, dan leef ik voor pampers. Ik ook. Ja. Het probleem is met de wiet van tegenwoordig, die is het THC-gehalte is zo hoog. Kijk, wat had je vroeger? Toen we op het Waterloopplein skateboarden waren in de jaren 80. 70. Hele Libanon of zo. Je gele, groene Libanon. En je haalde Ik rook helemaal geen wiet. Helemaal nul. Gewoon niks. Je rook koken een beetje. Koken is wel lekker voor tijd, hoor. Wat zeg je? Een tijdje terug werkte ik bij de Greenhouse. De Greenhouse op de oude sites. En nou, vroeg beginnen. 7 uur aanwezig. Ja hoor, kwamen ze om... Nou, 8:15, toeristen, plakje wietcake, wietteetje. En dan gingen ze neer. Die waren allemaal vanuit backpackers. Henk, Rob die woont naast een koffieshop in Zaandam. Die gaat om 10 uur open. En dan heb je echt junks. Hè? Die kopen al één jointje, hele zielige junks. Die staan al te wachten, jongen, dat ze om 10 uur die ene joint kunnen kopen. Dan hebben ze een shotje binnen, zeg maar. Hun dagelijkse wietshotje. Dat is wel zielig, man. Het is inderdaad zielig. Die kwamen bij ons er ook niet in. Geen junker gedrag. Daar werk je niet meer, Henk. Is dat weer een... Staat je op je cv, die Greenhouse? Ik heb het over 20 jaar geleden. 25 jaar. Vorig jaar nog. Nee. ik ben dansdocent, werk voor de gemeente, kijk maar. Dans met kleine kinderen. En bepaalde dingen kan je er gewoon niet mee maken. Dat moet je niet. Maar je hebt dus, probleem 1, hoeren weg, koffieshops, dat zal toch ook, wat is het beleid van Amsterdam nu qua koffieshops dan, officieel, Bernadette? Er is nog geen plan, want je kan niet, je kan het eerst uit de hand laten lopen, maar om het dan weer recht te zetten, dat is veel moeilijker, dus dat moet je thema voor thema doen. Halsema is nu begonnen met die raamprostitutie, en nogmaals, het kan ze nu doorzetten.
Maar er is nog geen plan voor de coffeeshops. Maar mijn verwachting is dat de dynamiek... Stel dat Halsema doet wat ik zou willen. Dus die hele raamprostitutie wordt nu echt ook... Die functie wordt verplaatst naar dat pretpark. Dan komt er een andere dynamiek in de binnenstad. Niet alleen worden al die obesitas voerloketten... En die Nutella's en zo, die gaan dan ook mee. Want die richten zich op die toeristenstroom. Maar ik vermoed dat een hele hoop coffeeshops dan ook zullen mee verhuizen naar dat pretpark. En ik vermoed eigenlijk dat de gemeente niet eens zoveel hoeft te verbieden. Maar alleen een beetje die dynamiek stimuleren en in de gaten houden en een beetje begeleiden. Dat is wat ik denk. Bedoel je de shops in de binnenstad? Want buiten daar zijn, zoals je weet, zijn op dat kleine stukje van 2 vierkante kilometer, er waren ooit wel 100 coffeeshops, 140 coffeeshops en nu nog 80 of zo, nog steeds 100. Belachelijk veel, want in de rest van Amsterdam zijn er veel minder. Maar ik verwacht dat als die hoeren naar dat beschermde pretpark gaan in het Westelijk Havengebied, dat heel veel van die coffeeshops zullen willen mee verhuizen daar naartoe. En dan komen er in onze buurt misschien uiteindelijk net zoveel coffeeshops blijven er over als in Zuid of West. Of, nou, dat verwacht ik. Dat hoop ik. Maar denk je ook niet dat, kijk, we hebben nou niet goed, dus de hoeren gaan weg, coffeeshops gaan dicht, Airbnb wordt aangepakt. Het volgende is, zijn die goedkope vluchten. Ik bedoel, ik vlieg voor 3 tientjes Paro naar Amsterdam, maar dat je zou het niet leuk zijn, want ik ga niet met de trein. Maar dat is natuurlijk de volgende consequentie van die corona. Ja, dat is het. Dat is dus die hele principiële discussie over waar Jesse over begon, de verandering van het toerisme zelf. Er wordt nu gezegd, er moet ook iets gebeuren aan die te goedkope vliegtickets. Want ik heb in een café op de Zeedijk, ik heb heel veel van dit soort gesprekken gevoerd, maar ik geef één voorbeeld. Heb ik een keer heel gezellig met een bachelorparty zitten kletsen. Die waren wel dronken, maar nog wel aanspreekbaar. En die zeiden tegen mij, ja, we komen wel 5 keer per jaar naar Amsterdam. We wonen in Birmingham, want het is goedkoper om in Amsterdam uit te gaan dan in Londen. Ja. Dus daar moet iets aan gebeuren. Weet ik veel hoe je dat doet, een vliegtuig. Nog duurder maken, die horeca, nog duurder maken in Amsterdam. Er wordt gezegd een vliegtax, maar ik vind ook het idee van burgemeester Halsema, van minister Cora van Nieuwenhuizen om de goedkope vluchten af te splitsen van Schiphol en te verplaatsen naar Airport Lelystad. Dat vind ik ook een perfect plan. Ja. Ik heb gewerkt voor Corendon en dus ik heb wel veel te maken gehad met Lelystad. En ik denk dat Lelystad echt wel best wel ver van ons bedshow nog ligt. Maar ik denk, kijk, Attila Oesler heeft ook niet... Lelystad is klaar hiervoor. Die staat te trappelen. Maar echt. Ik denk dat Attila ook zegt, van er gaat heel veel veranderen. We gaan naar een nieuw Japans hygiënemodel. En misschien, weet je, alles moet... Hebben jullie het filmpje gezien van Naomi Campbell op social media? Dat iedereen maakt haar belachelijk. Ze had zeg maar een soort van Dettol bij zich. Ze had maskers. Oh ja, ze sport niet helemaal. Moet ik even zeggen, ze sport niet helemaal. Nou ja, maar uiteindelijk gaan we wel naartoe wat zij toen deed. Dus daarom moeten die tickets gaan duurder worden. Maar mijn moeder zit bij mij vast. Die kan nergens heen. Dus die had gebeld, gisteren of eergisteren, van ik wil weg, ik moet terug. En toen op een gegeven moment had ze iets gevonden voor €59. En toen dacht ik, mam, dat kan toch niet, 59? Want ik heb van iedereen gehoord dat het duurder gaat worden. Dus hoe kan dan nu juist in de coronatijd iets voor €59 op internet staan? Dat is voor mij onbegrijpelijk. Hoe vaak gaan die vluchten dan? Vanaf prijs, vanaf 59? Nou ja, ik heb wel met een en ander gebeld. Het is gewoon nog wel, het staat nog op internet best wel goedkoop. En dat vind ik dus raar. Ja, maar die maatregelen die zijn nog niet genomen. Het is alleen nu. Nu begint de discussie daarover pas goed los te barsten. Maatregelen in de trant van vliegtax of weet ik veel. Ik zou nu zeggen vanaf juni. Hè, Transavia heeft gezegd tot eind juni begreep ik geen vluchten. Corendon had het over begin juni. En Turkish Airlines gaat over eind mei. Nou, ik ben benieuwd wanneer mijn moeder terug kan. Want ze zit gewoon hier vast bij mij. Ze kan nergens heen. En, wel gezellig, toch? Nou. Dit is echt een big... Maar kan je haar niet op een, net als Anouk, op een repatriëringsvlucht zetten dan?
Een soort gidsvlucht. Nou ja, ik had dus gidsvlucht gebeld Turkije. Ik had gebeld met de Turkse ambassade, consulaat. En die zeiden, oh mevrouw, er is net eergisteren een vlucht weggegaan. Maar wat je dan daar hebt, als je meegaat, word je 2 weken, schijn je dus in de kliniek nog te moeten zitten. En dan kan je echt de kliniek. Stad niet. Ja, je kan de stad ook niet uit. En ze woont aan de kust. Dus het is allemaal, dus eigenlijk moet ik haar rijden met de auto. En mijn moeder in de auto. En dan moet ik eigenlijk rijden. En dan haar lekker naar de Duitse grens. Bij de Duitse grens wordt jou gestopt. Daar kom je niet meer weg. Nee. En ook al bereik je Turkije met de auto. Ook daar, waar komt het vandaan? Amsterdam, Nederland? Oh, prima. Hup. Dicht. Ja. Quarantaine. Quarantaine. Ja, het rare is, KLM vliegt gewoon dagelijks van Lissabon naar Amsterdam en vice versa. Dus dat nog steeds. Allemaal... De passagiers die hier naar Amsterdam komen, die vrolijke jongens uit New York, inderdaad in Lissabon, wordt er niet gecheckt, gecontroleerd? Temperatuur meten? Gebeurt het niet? Niet? Nee, gebeurt niet. Stond die parool. De Amerikanen die kunnen gewoon naar binnen, heb ik begrepen, uit de krant. Ja. Niet normaal. Dus uit New York, uit een brandhaard New York, stapt op het vliegveld Amsterdam en je wandelt zo naar de wacht. Henk, het is onbegrijpelijk, maar het stond in parool, dus is het waar. Wordt niks gecontroleerd, nee. Ja, maar wie gaat er over dan, op Schiphol? De minister Hugo de Jonge die gaat natuurlijk wel over het coronabeleid. En die bedrijven... Maar die zouden eigenlijk moeten zeggen, KLM, maar die Amerikanen kunnen... Ik snap sowieso niet wat Amerikanen hier nog... Die komen niet funshoppen, dat zal wel zakelijk zijn. Ja, moet haast wel. Er is niks meer te doen, alles is op slot. Ja, maar die Amerikanen die nu nog hier komen, dat zijn zakenlieden die nog nooit van Zoom... Die nog nooit van Zoom of dat soort systemen hebben gehoord. Die lopen een beetje achter, denk ik. Uit Texas. Ja, weet je wat ik wel bizar vind? Dat ik voor het eerst geen trolleys meer zie. Je zag toch het beeld van die koffertjes? Ja, de rolkoffertjes. Je ziet geen... Wel een paar verdwaalde toeristen nog. Ik hoorde van een vriendinnetje dat er de bovenbuurjongen had zijn zomerliefde uitgenodigd. Maar die zomerliefde, die kon natuurlijk niet terug. En die hadden dag en nacht ruzie. En op een gegeven moment heeft hij haar op straat gezet. Omdat ze echt helemaal gek worden door die coronatijd. Dat was de enige rolkoffer die nacht. Wat erg, ja, het is echt... Mag even terug naar de pandjes, naar de belachelijke... Prinsbril. In ieder geval. Al die Nutella-winkeltjes en die kaaswinkeltjes, noem maar op, bij de dead overal, die kunnen daar handhaven, zijn het witwassenretten, ondanks de enorme huren. Maar die kunnen ze ook weer opkosten. Dus ja, klopt. Als ik een pandjesbaas zou zijn, nou, wat vangen die jongens? 30 rug per maand. Ik zou toch wel mijn pandjes verhuren aan kleinere winkeltjes. En misschien toch de helft vangen. Liever 15.000 verliezen dan 30.000. Ja, maar wat Henk nu zegt, Henk, dat is een heel goed probleem. En wat jij nu aanstipt, dat is in de ogen van de ombudsman van Amsterdam, Arne Zuurmond, een nog veel groter probleem dan Airbnb, massatoerisme, overlast, pissen, lawaai enzovoort. En hij noemt dat ondermijning. En vroeger werd dat genoemd de verwevenheid van de onderwereld en de bovenwereld. Ja. Een heleboel van die laagwaardige... Ja, witwassen. Die worden met zwart geld betaald en dat komt uit de criminele sector. Het wordt in vastgoed gestoken en in van die lege zaken waar je nooit iemand binnen ziet. En nu houdt dat businessmodel ook op. En ik denk zelf, ook even naar aanleiding van het handhavingsprobleem, wat hier ook al aangestipt is, als de handhaving meer menskracht overhoudt, omdat er geen dromme toeristen zich mee door die straatjes persen met hun wangedrag, dan kunnen ze zich misschien gaan richten op het de middel van Bibop en andere wetten uitkammen van al die ondermijningen. Want ombudsman Arne Zuurmond heb ik een gesprek mee gehad voor zijn rapport over de Wallen. Hij heeft er ook een half jaar gewoond in de Olofspoortsteeg. Maar die zegt, ja, jullie, tegen mij zei hij, ja, jullie bewoners klagen allemaal over de overlast, maar jullie zien het echte probleem niet, de ondermijning. Dus je hebt gelijk, Henk. Ik denk dat dat nu pas aangepakt kan worden. Dat is ook een kans die de coronasluiting eigenlijk het gemeentebestuur biedt. Maar Bernadette, hoe is die wildgroei ontstaan van al die... Ik herinner mij, ik woon op de Nieuwe Zijds. En
begon in de Haarlemmerstraat, begonnen die pakjes met die belwinkels. Ja. Daar is mee begonnen. Die, ja, die boden allerlei diensten aan in de vuurde kamers, allemaal brandgevaarlijk. Ja, daarna heb ik het allemaal gemist, dat hele gedeelte. Maar hoe kan die Nutella, dat zijn natuurlijk allemaal, die werken al met franchise. Nou, kijk, het begint als volgt. Ik doe even niet de Haarlemmerbuurt, maar even eerst de Wallen. Want in elke buurt is de dynamiek misschien op een net iets andere manier ontstaan, maar uiteindelijk is er wel een vergelijkbare dynamiek. Op de Wallen is de oermagneet, dat zijn de hoeren. Jan Wolkers heeft gezegd, een hoer is een moeder met een kut. Ook al ga je niet naar de hoeren, je loopt daar met al die drommen, pers je door die steegjes. Je laat alle remmen los, je wordt dronken en stoont en je pist en je schreeuwt en je kotst. Als er een vrouw staat, een vrouw is ook een symbool, hè? Vrouwenjustitia of voor op een boot. Die vrouwen die daar achter de ramen staan, die geven die mannen toestemming om alle remmen los te laten. Dus de hoeren zijn de oermagneet die massatoerisme aantrekt. Ja. In het kielzocht daarvan komen allerlei laagwaardige voorzieningen. Er komen drugs, dus coffeeshops, seatshops, smartshops, headshops, weet ik veel shops. Dan komen dus de Nutella's, de witwassupermarkten, de neptoeristenwinkels waar je petjes met cannabisblaadjes en Amsterdammertjes in de vorm van een penis en mokken met hoeren erop, weet ik veel, kan kopen. Die hele laagwaardige infrastructuur, die kan alleen maar doorbroken worden als je een bres inslaat en die oermagneet weglaat. Dan valt te verwachten dat dus ook die drugs zal mee verhuizen. En dan heb je dus een andere dynamiek. En zo kun je langzaam iets wat door jarenlang verwaarlozing en wanbeleid is ontstaan, kun je langzaam weer rechtzetten. En ik denk dat de gemeente dan ook meer ambtelijke capaciteit overhoudt om die ondermijning aan te pakken. Die is ontstaan in het kielzog van die bestuurlijke verwaarlozing. Want zo is dat ontstaan. Een jarenlange bestuurlijke verwaarlozing van een bepaald gebied. Dus als ik je goed begrijp, hieruit concluderen, nu is de kans om... Inderdaad. De omslag. Inderdaad. De omstandigheden, de omstandigheden zijn zwaar ruk. Hè? Mensen worden ziek, coronavirus. Maar je ziet een kans. Zeg het goed. De sluiting. Ik koppel het niet aan corona. De sluiting vanwege de coronapandemie is een kans voor de gemeente om een aantal dingen recht te zetten. En ik heb het dan uitsluitend over... Ik heb het dan uitsluitend over de Wallen, maar de ondermijning, dit aspect speelt volgens de ombudsman in heel Amsterdam. Want je hebt ook jullie kennen allemaal die flats wel aan de Sloterplas, die aan de kant van Osdorp staan, die koopflats. Daarin is ook die verenigingen van eigenaren hebben ook een tijd niet opgelet. Ook niet op tijd het reglement aangepast. Daar zitten heel veel criminelen. Ja, als de politie daar een inval doet in zo'n flat, dan vinden ze allemaal kalasjnikovs of ze vinden drugs en zo. Dus die ondermijning is een probleem wat in heel Amsterdam speelt. Ook in jouw buurt, Henk, ook in jouw buurt, Jezim, overal speelt dat. Ja, er zijn inderdaad een aantal winkeltjes in Oost, omgeving Javaplein, Javastraat, waarvan ik denk van, hoe kunnen jullie in vredesnaam, ziet er geen hond. Nee. Hoe kunnen jullie in vredesnaam die belachelijk hoge huren, 3,5... Dat is toch, Henk, dat is toch een hipste buurt geworden, ook die Javastraat en zo. Dat is totally hipster, dat was vroeger Turks. Ik denk dat de huiseigenaren Turken zijn. Dat was vroeger allemaal Turks. Je hebt het gekocht. Ja. Nee, inderdaad, de Javastraat is behoorlijk veranderd. Allemaal hippe tentjes, hippe cafeetjes, et cetera. Nou, in de Javastraat tussen de brug en het Javaplein had je iets van 13 belwinkeltjes en groentezaakjes. Ja. Nou, dat is dus niet meer. Dat is behoorlijk. Er zijn een aantal invallen geweest. Er is een krant gestaan, bla bla bla. Gasten die illegaal in het achterkamertje aan de shisha-pijp lagen. Dat is wel allemaal... Dat is opgepakt, absoluut. Ja. Maar ik herinner trouwens een geweldig verhaal. Ik herinner me een geweldig verhaal Parool, jaren geleden. Al die kuthipsters uit de provincie, die gingen de Javastraat wonen. En dan zaten ineens allemaal, al die Turken zijn natuurlijk goede handelaar, biertuinen. Dus die mensen die wonen ineens boven biertuin, waar 300 dronken studenten zaten. Ja. Oh, dan kunnen we hebben één kindje en we kunnen s'avonds de balkondeuren niet meer open doen, want het is de 300 dronken mensen. Ja. Goeie karma. Ja, dus het stipt inderdaad een ander probleem aan van de provinciaaltjes die dan
boven hun favoriete cafeetje gaan wonen. Om te vervolgens te klagen over overlast. Zijn kindje krijgen is voorbij natuurlijk met de wet. Ja, heel voorkomend in de Jordaan, onder andere. En een reguliere dwarsstraat ook trouwens, ja. Nee, maar dat is... Ja, maar Arthur, je had het net even over het eigendom. Dat is ook een heel interessant aspect aan de discussie over Amsterdam. Want in Oost zijn het inderdaad veel Turken. Waar bij ons in de buurt zijn het veel Koptische Egyptenaren die... Die vastgoed hebben, maar die ook zaken exporteren. En er is iets interessants aan de Koptische Egyptenaren. Ik ben een paar keer in Egypte geweest met vrienden. Gingen we naar Cairo, een appartementje huren en een beetje rondkijken, wandelen en zo. Maar daar worden in Egypte worden de Koptische Egyptenaren verschrikkelijk onderdrukt door die kutmoslims. Hun kerken worden in de brand gestoken. Hun dochters worden ontvoerd en tot seksslavin voor rijke Saoedi's gemaakt die het Midden-Oosten verhandel enzovoort. Maar dus vluchten ze, het zijn goede zakenlieden, ze zijn niet arm, ze zijn slim. Vluchten degenen die geld hebben, die vluchten dan voor een deel naar Amsterdam. En daar kopen ze vastgoed op en ze gaan horecazaken exporteren. Maar wat blijkt dan? Ze snappen helemaal niet wat Amsterdam eigenlijk graag wil. Namelijk kwaliteitshoreca en geen laagwaardige toeristenmeuk waar je dus een hele stroom, tourist trap, waar je een hele stroom toeristen heel snel... heel goor voedsel serveert en dan weer door laat stromen en dan komt de volgende groep en dan daarna weer de volgende groep. Dat lopende bandsysteem van horeca, dat wil Amsterdam niet meer. Maar probeer maar eens met een Koptische Egyptenaar over kwaliteit te praten. Gastvrijheid en goed eten koken. Je kan beter met een... de leider van China praten over eerlijke informatievoorziening. Dan heb je nog meer kans op... Ja, echt, het lukt niet. Ze snappen... Dus in Amsterdam zijn de Koptische Egyptenaren eigenlijk de vijand van de bewoners. Maar diezelfde bewoners die naar Egypte gaan... die hebben enorm veel sympathie al voor de moeilijke positie van de Koptische Egyptenaren. Ze zijn echt bij ons in de buurt een probleem. Maar kijk, ik moet even afronden. Op zich is het dus veel goede collateral damage door die corona. Maar ja. Denk jij dat er binnen de gemeente... dat die, zeg maar, net zo slim zijn als wij met z'n allen, wij met z'n vieren, dat die ook door hebben, dit is uitgerekende kans ja. om impopulaire maatregelen ja, te drukken. Ja, dus dat beseffen ze wel. Maar de vraag is alleen maar, gegeven ook het systeem wat we in Nederland hebben, je zit er maar voor 4 jaar, burgemeester voor 6 jaar, daarna ben je lekker weg naar jouw zondvloed. Want in Zwitserland hebben ze een systeem waarbij de gemeenteraad wel elke 4 jaar gekozen wordt, maar de wethouders blijven 2 termijnen zitten. 8 jaar, dat is voor de continuïteit. Maar goed, gegeven de beperkingen van ons systeem waar een verkeerde prikkel in zit, geloof ik wel... En dat hoor ik ook van ambtenaren van het stadhuis, dat ze wel heel goed beseffen, de coronasluiting is wel een kans om een aantal dingen te veranderen. Ja, dat is Op welke termijn moeten we dan denken? Nou ja, dat moet juridisch uitgezocht worden. Dat is natuurlijk best wel ingewikkeld. Bestemmingsplanwijziging kan wel, maar je moet op meerdere vlakken tegelijk werken. Dus het kan wel. Als de politieke wil er is, dan kan het wel. Laten we vanuit gaan dat de komende 6 maanden dat die goedkope vlucht van Amsterdam, dat is even niet meer actueel. De Airbnb werkt niet, de horeca is niet meer zo aantrekkelijk. Dus dan zouden al een drain moeten plaatsvinden van al die criminele elementen. Nou, je kan in een half jaar tijd wel een bestemmingsplanwijziging voor elkaar krijgen. Maar dan heb je nog die ondermijning. Maar dat kan je ook oplossen door alvast een team handhavers erop te zetten. Want die speel je vrij, nu je dat massatoerisme niet meer hebt. Dus zo moet de gemeente dat een beetje doen. Het is nu een stuk rustiger overal. Dus er kan meer gehandhaafd worden. Bedoel je dat? Nee, ik bedoel, ze kunnen nu die handhaving die nu op straat nodig is, kunnen ze voor een deel, met misschien een kleine bijscholing, ook op handhaving op de achterkant. De wet Bibop en ondermijning. Ja. Er is meer ruimte, dat bedoel ik. De ambtelijke capaciteit kan anders worden ingezet, dankzij de sluiting die helaas nodig was vanwege de corona. Ja. Helder, ja. Nee, ja, ik zie het dit jaar niet meer terugkeren tot de oude situatie die ellendig was. Dat lijkt me stug. Dat gaat niet meer gebeuren, de overvolle Damstraat waar je over de hoofden kan lopen. Dat zie ik voorlopig toch echt niet meer gebeuren. Henk, heb jij een
weer een oplossing voor het fietsprobleem. Maar dat is ook een soort terreur. Dat moet je ook verbieden aan de fiets. Fiets is de nieuwe auto. Verbieden gewoon. Verbieden. Ja. Jeshim, jij hebt geen fiets zeker, hè, Jeshim? Tuurlijk wel. Turken haten fietsen. Turken haten fietsen. Ja, hoor. Je hebt wel een hekel aan bakfietsen. Omdat mensen met bakfietsen, die hebben een soort van een bepaalde DNA. Die houden geen rekening met kinderen met fietsen of anderen met fietsen. Die gaan gewoon een race langs je. En levensgevaarlijk. Maar je pleit voor een verbod op bakfietsen. Begrijp ik. Ja. Diederik bellen. Diederik bellen. Zonder meer. Ik heb namelijk 13 jaar op de tram gezeten. Trambestuurder geweest. En als je ziet wat voor capriolen fietsers uithalen. Mijn god in de goede hemel. Ik vind sowieso te veel, zeg maar. Als je kijkt naar Amstelveenseweg bij Stadionplein, er gebeuren zoveel ongelukken. Dat is ook wel een dingetje voor Amsterdam. Vrachtwagens met fietsers. Ik heb het zo vaak zien gebeuren. Het is te veel vrachtverkeer. En dan met zoveel fietsers is gewoon. En fietsers fietsen roekeloos, inderdaad. Weet je, het is gewoon niet oké. Okay. Dus ik vind dat. Huh, wat? Ik fiets heel veel door Amsterdam. Luister, als ik voor het verkeerslicht sta en links staat een vrachtwagen die wil afslaan. Ik denk, ga maar lekker. Is goed. Helemaal goed. Dat is het beste, levensgevaarlijk. Ik ga geen hel spelen van, ja maar ik heb hier voorgang, want ik ga rechtdoor. En opeens... En logisch, echt in het alleroudste deel van... In het oudste deel van Amsterdam, de Wallen, daar kun je eigenlijk helemaal niet fietsen. Ik fiets nooit in mijn buurt. Als ik ergens heel ver... Nee. Ik loop met de fiets aan de hand tot de rand van de oude binnenstad. Hallo, Jessim. En dan pas stap ik hallo. Op de fiets. Hi. Dus ik vind dat je ook niet moet willen om wat sommige fietsers doen, ook buurtbewoners, met een rotvaart door een hele groep toeristen heen en dan tring. Japan is wel leuk hoor. Als het 30 Japanners zijn, 30 Japanners is wel leuk om er doorheen te rossen. Nee, is niet leuk. Is gewoon agressief gedrag. Bah. Nee. Dat kan je niet maken. Maar sowieso, toen het nog druk was, fietsen door de Warmoestraat en Zeedijk, niet doen. Nee. Maar ik vind dat het hele gebied fietsvrij moet worden gemaakt. Dus eigenlijk de lekkere uitzending dit. De toeristen moeten weg. De Wallen moeten weg. Dit moet weg. Jessim. De Wallen moeten juist... Moet weg. Nee, de Wallen moeten juist in ere worden hersteld. Het Red Light District moet weg. Maar de Wallen is de naam van de buurt. Die moeten blijven. Als ik het mag afsluiten... Ja. Want anders gaan we ons herhalen. Amsterdam wel zie. Kijk, ik ben wel inderdaad een voorstander van de Red Light District. En ik vind ook dat coffeeshops moeten blijven bestaan, maar niet rondom scholen. En de drukte die ik nu zie op Museumplein, in het Vondelpark, is gewoon eigenlijk prima. Dus zo spreken provinciaaltjes, want alles buiten de centrumring is al de provincie, hè? Wisten jullie dat? Ja, daar begint de provincie al. Henk, jij woont binnen de ring. Nog net jawel. Buiten de ring. Jij woont binnen de ring. Ja. Ring A10. De binnenring. Jij woont binnen de centrumring. De S101 tot en met de S118. Ik woon 2500 kilometer van jullie kutstad. Dat is pas een buiten de ring. Hebben we misschien boodschap voor burgemeester Halsma voor Amsterdam? Nou, die heb ik al gegeven. Sluiten, verplaats nu de ramen. Ja, nu het kan. Ja, wat ik geleerd heb... Als Amsterdammer mijn boodschap zou zijn, maak nu gebruik van de ruimte die je hebt. Beste burgemeester Halsma, maak gebruik van de ruimte die je hebt. Die er is ontstaan ondanks het coronavirus, om het beleid toch even te veranderen. Want wat we zoals voorheen, dat kan niet meer. Dat maar bovendien, het is haar eigen plan, hè, om de ramen te verplaatsen. Dus en ik moet zou het nu als uitvoeren. Boodschap hebben voor haar dat we de woningmarkt herzien, juist in deze tijd, zodat gewoon ook leerkrachten in Amsterdam kunnen blijven wonen. Dat de prijzen van huren naar beneden gaan. Dat nu is het gewoon echt gewoon, de pleuris is uitgebroken met de prijzen.
Dus ja, daarom springen we meer op de woningmarkt. Als de gemeente, als de overheid de woningmarkt wil beïnvloeden, eigenlijk moet de gemeente zich helemaal niet met de markt bemoeien, de overheid. Maar goed, ze hebben zich jarenlang er te veel mee bemoeid, dan moeten ze nu gewoon zorgen dat overbodige regels voor bouwers en projectontwikkelaars worden geschrapt. En ze moeten ook het niet alleen maar binnenstedelijk bouwen, maar ook weer in het weiland gaan bouwen. En want dan kan je veel sneller volume neerzetten. En dat moet de overheid doen. De overheid moet weer de markt weer meer ruimte geven. Maar wat ik begrepen heb van deze Amsterdamse-specie is dat we allemaal op Diederik Boon zouden moeten stemmen van het CDA. Ja. Dat vind ik dan een eye-opener. Ik heb de beste man gegoogeld. Zwaargewicht, intellectueel, fatsoenlijk mens. Ja, en je moet dit boek wel even kopen. Ja, hè? Ja, ik ga het even bolkommen. Ja. Maar dat is dus toch. Ik vind het wel zorgwekkend dat ik op mijn oude dag nog het CDA moet promoten. Maar, maar alleen in Amsterdam, hè? Landelijk moet je nooit op het CDA stemmen. Want het is gewoon een walgelijke kartelkutpartij. Alleen in Amsterdam. Nou, ik ben wel een groot fan van Wopke Hoekstra. Dus landelijk ben ik er wel absoluut een voorstander van. Allemaal foute kartel Nederland-verraders. Landelijk moet je op Thierry of op Geert stemmen. Ja. Nee, Wopke. Absoluut Wopke. Ja, omdat je dat een lekker ding vindt. Hè? We zijn er weer. Nou, hij is gewoon een Je mag morgen weer los in de erotiek special. Dat Wop ken jij, ik vertrouw ervoor gezend. Hij is gewoon een smerige huichelaar, want hij heeft ondertussen gewoon ja gezegd tegen die eurobonds. Maar hij verkoopt het aan het domme klootjesvolk als dat hij nee heeft gezegd tegen die eurobonds. We worden gewoon massaal genaaid door het CDA. Ja. Nou, hij heeft het heel goed gedaan, vind ik. Hij heeft het praat gehouden, maar misschien moeten we nu even afronden. Ja, oké. Hey, morgen erotiek special. Bedankt allemaal. We zijn eruit. Ik heb een liedje nog. Een toepasselijk liedje. Ik ga niet dansen, maak je geen zorgen. Van Sil Jonger. Amsterdam, Amsterdam. Oké, dankjewel Henk. Dan laten we die lopen en dan zien we je morgen in de erotiek special. Willem, zie je zo te lachen. Doei.